we zitten in één keer in één knap met alle jongens zonder werk en we mogen niks meer. Dus we hadden voor onszelf een setje gebouwd en dan zei hey, laten we eens live gaan. Dus een laptopje erbij met de webcam aan. En die reacties waren wel zo erg goed dat mensen zeggen, hey, dat moeten jullie eigenlijk wel vaker gaan doen. En toen zijn we het wel gaan oppakken. Ja, van het een komt het andere. Toen hebben we het thuisvuif bedacht. Van ik blijf thuis met thuisvuif. Ja, supergoed. Je hoort alleen maar corona dit, corona dat, corona zus. En dan zo'n thuisvuif en dan met een mannetje of 4, 5. Vind ik nog, als je de gepaste afstand houdt, dan denk ik dat het wel goed gaat. Je moet ook wat uiteindelijk een keertje. Het is voor onszelf een heel dubbel gevoel natuurlijk. Maar het is toch wel mooi, de waardering die je krijgt van de mensen, die maken het veel goed. Ja, dit is onze passie en onze liefde. En dat is altijd fijn om er toch op deze manier er weer mee bezig te kunnen zijn.